business gaat gewoon door tijdens de feestdagen. Ze zijn net een truck vol pinda's wezen halen. En nu hebben we weer heerlijke verse pinda's om in het nieuwe jaar pindasaus te maken op de boerderij. En ik mag hopen dat het een heel succesvol jaar wordt. Oké, let's bring them to the farm. Elke week gaat onze Boda pick-up op pad om onze pindasaus te verkopen in verschillende dorpen. Molly staat hier alles in te pakken en te tellen. Op dit moment verkopen we zo'n 200 à 250 kilo pindasaus per week. Dat is echt super. En we hopen dat dat eigenlijk nog gaat toenemen, want we hebben heel veel plannen. Pollies, out! Voor het komende jaar grote plannen voor het pindakaas project. En we hebben al heel wat pinda's in kunnen slaan om mee te starten. En dit is altijd het leukste gedeelte van de dag, als Kisa terugkomt en bijna uitverkocht is. Dat we al dat geld kunnen tellen. We zijn vandaag een dagje bij het prachtige Lake Bonjoni. Ik ben hier met mijn vriendin Marleen en Hanna. En gisteren zijn we met drie van de kids deze kant opgekomen. De kids zijn vanmorgen doorgereden vroeg voor de gorilla trekking. Op dit moment zijn er geen toeristen, dus alle prijzen zijn gehalveerd voor de toeristenattracties. En de kinderen hadden geld gespaard en wilden graag iets van hun eigen land zien en de cultuur. Dus ja, vind het super leuk dat ze daarin willen investeren en ben heel benieuwd hoe ze het gehad hebben. Wij genieten hier nog heel even van een gezellig avondje. Rust.